deze video voor 5 dagen achter elkaar extra geluk. Het werkt, dus ik zou het gewoon even doen. Mijn naam is DutchTuber en dit is een mystery box. Het is een imposter mystery box. You know the bad guy in Among Us? Auw, oh, dat deed pijn. Dit is zijn mystery box. Deze verkoper gaf mij de mogelijkheid uit. De crewmate of de imposter mystery box. Dat is eigenlijk de good guy en de bad guy. En ik ben gegaan voor de bad guy. Ik heb hem ook even gevraagd van, joh, hoe zit dat dan? Wat is het verschil tussen de crewmate mystery box en die van de imposter? En in een nutshell, in die van de imposter kan je allemaal evil dingen verwachten. Super villains, horror karakters, gemene game karakters. En in die van de crewmate, de good guys. Ja, ik hou wel van de uitdaging, van de spookiness. Dus ik ben gegaan voor die van de imposter. En waarschijnlijk was dat geen slim idee. Oh, Job, je praat zoveel, man. Open die doos. Oké. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar we moeten ervoor gaan. Ik moet zeggen, ik vind dit wel extra leuk. Wie van deze drie zou het gedaan hebben? Heb jij enig idee? Soms moet ik gewoon even gek doen. Oh my gosh. Ik wil het spannend houden, dus zelf probeer ik ook zo min mogelijk te kijken. In de doos. Wat is dit? Oh my gosh, ik schrok. Ik dacht voor 2 seconden, wat is er met mijn hand? We hebben hier een Hulk-hand. En ik denk dat er iets in zit. Zou je mij op deze manier nog een box durven geven? Oh! Ja, dit hoorde er denk ik niet bij. Het zijn mega gekke kauwgomballen. Duisteren. Oké, de eerste. De Destroyer. Ziet eruit als een soort van meteoriet. Ik weet niet of dit goed is. Hij ziet er een beetje bedorven uit. Hoe lang heeft de imposter deze al? We doen het voor de wetenschap. Oh my gosh. Hij zit lijp gevuld met een soort van rode saus. En het is geen ketchup. Nou, voor een verrotte kauwgombal smaakt die best wel oké. Dat is wel heel zuur. En hier heb ik dus echt geen zin in. De zombie kauwgombal. Misschien ziet de verpakking er gewoon erger uit dan het... Laat maar. Oh my gosh, dit ding is groen. Ik hoop maar niet dat hij ineens tot leven komt. Oh, dit ziet er niet best uit. 3, 2, 1. Keihard weer. Wat is dat? Hij zit letterlijk gevuld met een soort van groene goo. Oh. Wat? Ik zat zo in mijn hoofd van, oh, dit is smerig. Maar ineens was mijn tong zo van, dat is best wel nice. Deze is veel zoeter dan de vorige. De vampierenbal. Deze ziet er creepy uit. Open it up. Mega blauw. Laat me raden. Deze is weer keihard. Ja. Ze zien er allemaal wel interessant uit van binnen. Oh, deze smaakt echt heel bedorven. Deze maakt echt een schimmel. Een dinosaurus-ei. Oké, hier ben ik echt benieuwd naar. Let's open it up. Oeh. Ik heb sowieso de beste voor het einde bewaard. Check hoe mooi deze is. Jij zou een Instagram-account moeten beginnen. Als je nog zou leven. Check de binnenkant, ouwe. En dit is pas het eerste in de mystery box. Nu snap ik waarom dino's zijn uitgestorven. Mensen hebben ze veranderd in kauwgomballen. Mijn tanden zijn klaar om eruit te vallen. Dus we kunnen verder. Oeh, dit voelt raar. Oh, snap. Oh, maar deze vind ik echt heel lijp. Dit is letterlijk een pen van Five Nights at Freddy's Foxy. En het is ook nog van het officiële merk. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Maar ik geef een hoop van deze dingen uit de mystery box weg. En ik snap het inderdaad. Tot nu toe is alles best wel duister. Het heeft wel echt te maken met de duisternis van een imposter. Wil je deze winnen? Like, abonneer. En laat in de comments weten wat je vanochtend hebt gegeten. Gewoon het eerste wat je vanochtend had. Of iets anders. Dit is echt de gaafste pen ever. Maar werkt die ook? Oh, ja, daar ben je. Kunnen we maar op één manier achterkomen. Ik ga een geheime boodschap schrijven. Ik ga het heel even laten zien. Laat in de comments weten wat het is. Om extra kans te maken. Woesh. Ja, wat was dat? Ah! Ik had het niet door. Tong is blauw. Nice. Een blind bag waar bad guys in kunnen zitten uit superhero films. Oeh. Wauw, deze is dope. Dit is hoe serie eruit ziet wanneer je hem te veel vragen stelt. Hey, ik moet zeggen, dit is wel oprecht super gaaf, man. En ik denk dat ik er meer van voelde. Oh. Dus nog één keer. Als ik voor de crewmate mystery box had gekozen, waren dit waarschijnlijk superhelden geweest. Maar ik ben gegaan voor de imposter. Dus alles in deze mystery box is duister. Ik hoop op de Joker of Harley Quinn of deze. Ja, eigenlijk alles wat op de voorkant staat. De Joker. De Joker. De... wat is dat? Wat is dit, Batman? Batman met zijn puberale gedrag, hoor. Jongen, jongen, nog aan toe. Ik hoop te stiekem op de Joker, maar... Nee! Wat? Dat is eng. Wow, nu word ik bang. Ik opende net die blind bag toch? En ik wou eigenlijk de Joker. Eindstand krijg ik iets anders. En terwijl ik zeg dat ik hoop op de Joker, krijg ik deze. Dit is by far het allerengste actiefiguur wat ik ooit heb gehad. Check die glimlach. Ik weet zeker dat dit is hoe sommige leraren een toets nakijken. Dit zijn alle soorten die je kunt krijgen. Maar dit is sowieso de gaafste van allemaal. Ga ik hem uit de verpakking halen? Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, laten we wel wezen. We kunnen hem perfect zien zo. En ik vind het leuker om zo neer te zetten dan los. En dan kan de winnaar hem zelf uit de verpakking halen, you know. Ik ga weg, jij. Oké, ik ga helemaal naar beneden om iets te pakken. Serieus? Dat is iets te diep. Oké, ik heb iets. Waarschijnlijk zit hier dus iets duisters in. De vraag is alleen, wat zit erin? Oké, there we go. 3, 2, 1. Oh, snap. Oh, nee! Oh. Wauw. We hebben letterlijk de allerzeldzaamste van allemaal gekregen. Het is je boy Steve. Met zijn mooie ijzeren gloed. Deze poppetjes zijn letterlijk van metaal. Ze zijn dus ook best wel zwaar. Maar check hoe mooi, man. Oh my gosh. Ik heb iets vast. Oké, wacht. Ik wil niet te snel naar conclusies springen. Maar dit is wel echt vierkant.
Yes! Oh my gosh. Oké, luister. Dit is by far de allerengste Funko Pop die ik ooit in mijn handen heb gehad. Het is een Funko Pop van Ghostbusters. De enge bibliotheekgeest. Dat is letterlijk zijn naam. Oh snap, deze is zo gaaf. Het is best grappig, want deze van de serie heb ik al. Ook al ben ik wel van plan om deze weg te geven, ik ga deze wel even openen, man. Ik moet hem even vast hebben. En weet je wat mijn truc is? Soms heb ik Funko Pops die ik echt heel gaaf vind, dat ik ze er gewoon even uit wil halen. Maar als je dat voorzichtig doet, kan je hem gewoon weer terug doen in de verpakking. Voorzichtig is niet echt mijn specialiteit, dus ik moet echt opletten. Oh my gosh. Hij is echt heel zwaar vergeleken met andere Funko Pops. Ik denk dat dat door zijn haar komt. Dat is echt een heel vreemd materiaal. Oh, hij is nog veel mooier uit de doos. Me in the morning. Dit is hoe ik eruit zie voordat ik mijn Nutella ontbijtje heb gehad. Ik vind het ook zo leuk hoe ze hem zeg maar hebben laten zweven. Maar wel op een manier dat je hem toch nog gewoon kunt neerzetten. Dat maakt het zo gaaf. Ik wil het bijna niet zeggen, maar dit is misschien wel een van de engste Funko Pops. Letterlijk een van de engste die ik ooit heb gezien. Vooral dat neusje is echt terrifying. En ik ben voorzichtig geweest, dus hij is nog zo goed als nieuw. Nice. Oh, ik heb twee dingen gepakt. Oh my gosh. Maakt niet uit. Oh snap. Oké, eerst deze. Een Joker sleutelhanger. Oké, tot nu toe. Alles heeft wel iets duisters. Of het is eng. Of het is een bad guy. Of het komt uit een videospel waar bad guys in zitten. Maar deze sleutelhanger gaat me echt nachtmerries geven. Wanneer je nog net niet vertrokken bent naar school en je komt erachter dat je uitval hebt. Dan is dit je gezicht. En wanneer je net aangekomen bent op school en je komt erachter dat je uitval hebt. Dan is dit je gezicht. Ja, dat uurtje langer slapen is een hoop waard. En we hebben dus weer een nieuwe mystery figure. Yes. Harley Quinn. Ik vind deze een beetje meh. Dat gezichtje past niet. Ze hadden er een enger gezichtje moeten geven. Wat vind jij? Nu lijkt het eerder op zo'n emoji die je naar je oma stuurt wanneer je een kat hebt geaaid. Weet ik veel. Is wel een leuke. Oh my gosh, ik voel weer iets van een pen. Nee. Oh. Ja, nu wordt natuurlijk de grote vraag. Welke zou jij liever willen? Ik denk dat ze elkaar even een kusje moeten geven en dan komen we erachter. Oh. Wauw, dat is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik vind ze er eigenlijk allebei wel super gaaf uitzien. En ja, ze zullen allebei ook echt wel werken. Deze hebben we al uitgeprobeerd. Ik vind die Freddy denk ik net iets epischer. Oh. Oké, we zijn er al bijna. Ik denk dat er nog één ding in zit. Wat is dat? Dat zat stof op. Amerikaans snoep. Fun dip sour. Ik snap waarom het erin zit. Sour is naar. Waarschijnlijk als ik voor de crewmate mystery box had gekozen, zat er sweet in. In deze zit aardbei. In de middelste zit watermeloen. En in de rechter hebben we een mystery flavor. Een geheime smaak. Nou ja, dit is een mystery box. Dus, we hebben deze nodig. De lick a stick. Oké. Klaar. Ik ga voor de mystery. There we go. Oh my gosh, ik ben benieuwd. Oeh, kijk naar wasverzachter. Ik weet niet of dat goed is. Oké, there we go. Ik dip het er goed in. Oeh, dit is blauw. Mystery flavor. Druif. 100% druif. Werkt dat zo? Oeh, dit is zo nice. Wauw. Ik heb letterlijk gewoon een kunstwerk gecreëerd van suiker. Ik wil een slok nemen, maar ik wil mijn tanden niet kwijtraken. Oeh, oké. Let's go. Oké, we maken er gewoon een grote mix van. There we go. Oh, ik ben zo blij dat ik hem niet in één keer heb gedronken. Dit is nasty. Oké, het allerlaatste. Ik hoop maar dat dit even duister is als de imposter. Dit is echt het laatste, want het is groot. En voor de rest voel ik niks. Oh, snap. Het is een Venom actiefiguur. En deze is echt te gaaf. Ik kan het bijna niet laten om hem in de verpakking te houden. Ik moet weten hoe die eruit ziet zonder. Komen we maar op één manier achter. Oh my gosh. Zonder verpakking is die zoveel malen epischer. Check die glow. Laat sowieso in de comments weten wat jij had gekozen. Zou je ook zoals mij hebben gekozen voor de imposter mystery box? Of zou je zijn gegaan voor de crewmate? Natuurlijk ben ik team superhero. En niet team bad guy. Maar imposter klonk gewoon spannender en enger. En na alles wat ik eruit heb gehaald, was dat het ook. Bij heel, heel, heel veel likes bestel ik. Oké. Bestel ik ook de crewmate mystery box. En als het goed is, zouden we dan een beetje dezelfde producten kunnen verwachten. Misschien. Maar dan de good guy variant. Like voor meer en adios. Ik en Venom gaan uiteten. Als die mij niet opeet. Help.